erg overtrokken, maar ja, er zit natuurlijk wel wat in. Hè? Mensen willen nu eenmaal resultaten zien. Ruud Oldenziel hier in de studio, is dit nou, helpt het hem nou, die Nobelprijs? Geeft het hem een beetje een steuntje in de rug? Ik denk dat de Amerikanen daar niet wakker van liggen. Het is natuurlijk een internationale prijs. Wat Amerikanen op het ogenblik echt, waar mensen wakker van liggen, dat is de gezondheidszorg, dat is de economische crisis. Dat is wat er belangrijk is. Ze hebben natuurlijk wel gekozen om het aanzien van Amerika, om die op te vijzen. Dat heeft hij gedaan. En dan kunnen ze daarmee zeggen, nou, dan is dat mooi afgehandeld nu. Maar tegelijkertijd, ja, die oorlog en die erfenis van Bush, de Afghanistan. Daar voel je dat het Amerikaanse publiek aan het kantelen is. En de discussie wordt ook openlijk gevoerd. Dus het is een prijs, voor hem persoonlijk natuurlijk een enorme eer. Maar het is ook een ballast. Aan de telefoon hebben we op dit moment Rob de Wijk. Hij is directeur van het Centrum voor Strategische Studies. Meneer de Wijk, wat is uw eerste reactie op de toekenning van deze prijs? Ik was uitermate verbaasd. En ik vind het ook eigenlijk niet goed dat deze president, die ik overigens zeer waardeer, deze prijs heeft gekregen. Want hij heeft gewoon nog niks gepresteerd op dit gebied. Ik vind dus alleen retoriek en het creëren misschien van een sfeer waarin je de hand van vriendschap bijvoorbeeld naar de moslimwereld uitsteekt en zegt dat je wat wil gaan doen aan de kwestie Iran en zegt dat je wat wil gaan doen aan de kwestie Midden-Oosten, maar vervolgens nog niks echt gepresteerd hebt, ja, dat vind ik geen goed signaal. Want het kan uiteindelijk, als hij dus niks presteert, ook de Nobelprijs volledig uithollen. Ja, het is veel te vroeg, zegt u in feite. Ja, het is veel te vroeg. Laat deze man eerst maar eens wat laten zien. Goede voornemens, die hoort een president sowieso te hebben. Het lijkt er wel op. Alsof men zo opgelucht is dat men niet een type à la Bush meer in de Verenigde Staten heeft, dat op zich al de Nobelprijs waard is. Ja, wat zou hij volgens u moeten doen om die prijs echt te verdienen? Dan zal hij het Midden-Oosten-conflict moeten gaan oplossen, om maar eens wat te noemen. En een goede werkrelatie met Iran, dat is wat mij betreft niet eens een Nobelprijs waard. Want het hoort gewoon een supermacht te hebben. Goed, voorbarig dus, zegt u. Dank u wel. Ik vind het voorbarig, ja. Dank u wel voor uw snelle reactie. Rob de Wijk van het Centrum voor Strategische Studies. Gaan we weer eventjes naar Erik Mauthaan in New York. Erik, ja, je hoort het wel een beetje. Hier in Europa is het natuurlijk een hele prestigieuze prijs. Ik bedoel, al dagen circuleren er shortlists, waar Obama overigens niet op stond. Wordt het in Amerika nou gezien als een belangrijke prijs of wordt het straks echt weggelachen? Want die indruk die krijg ik nou een beetje. Nou, ik denk dat er in Amerika minder belang wordt gehecht aan de prijs dan in Europa. En heel veel rechts-Amerikanen zeggen, ja, die Nobelprijsorganisatie, dat comité dat de Vredesprijs uitreikt, dat is gewoon een soort linksclubje parlementariërs. Wat hebben wij daarmee te maken? En ze wijzen erop dat in de afgelopen 10 jaar al 3 prominente democratische politici de Nobelprijs hebben gekregen. In 2002 won oud-president Jimmy Carter de prijs voor de onderhandelingen, de vredesonderhandelingen die hij tot stand bracht tussen Egypte en Israël. Het feit dat die het elkaar erkend hebben. In 2007 won Al Gore de prijs, de voormalige vicepresident, voor zijn inzet om de wereld op de hoogte te brengen van de klimaatverandering. Nou, en nu weer een democratische president. Dus de Republikeinen zeggen, ja, we wisten het al lang, dat linkse Scandinavië, wat maakt het allemaal uit? En sommige Republikeinse blogs zeggen op dit moment zelfs, Obama zou die prijs moeten weigeren, want hij moet gewoon toegeven dat hij niks bereikt heeft. Acht je die kans nog groot of niet? Dat hij gaat zeggen van, nou nee jongens, nee. This is too much honor. Ik denk dat hij een beetje tegen zal stribbelen, maar dat zou wel heel onaardig zijn om zo'n prijs te weigeren. Maar ik denk dat heel Amerika vooral inderdaad zit te kijken en zegt van, nou ja, bereik eerst maar eens iets. En het is zo inderdaad zo dat de Amerikanen vooral kijken naar het binnenlands beleid. Ze willen vooral dat hij iets doet aan de economie. 1 op de 10 mensen hier is werkloos. Het werkloosheidspercentage is gestegen naar 9,8%. Terwijl Obama beloofd had dat het niet boven de 8% uit zou komen. De gezondheidszorg, dat moddert maar door in het parlement. Het klimaat, waar de Oslo natuurlijk ook het over heeft in de aanbeveling. Nou, Obama had beloofd een klimaatwet aan te nemen. Die komt er ook nog steeds niet. Hij heeft moeten toegeven dat het niet gaat lukken om met een Amerikaans plan aan te komen in Kopenhagen. Wat hij wel had beloofd. Dus hier is het onbegrip groot. Goed, nou, dankjewel voor dit moment, Erik. Nog even hier in de studio, Ruud Oldenziel. Opvattingen over de waarde van deze prijs, die verschillen dus nogal, hè, tussen de Verenigde Staten en hier. Zal het hem nou helpen in de onderhandelingen met andere partijen, in de onderhandelingen met andere landen?
Nou, dat denk ik niet. Het is natuurlijk een eer voor hem persoonlijk. Maar de opluchting is al geweest in januari 2009 toen hij verkozen werd. De vele telefoontjes die hij toen gepleegd heeft. En ik zie het ook meer als een bevestiging daarvan. Ik vraag me ook af of de mensen in Afghanistan hem nou zien als degene die de vrede brengt. Ik denk dat daar ook een verschillende optiek mogelijk is op deze prijs. Wat is nou het belangrijkste dat hij tot nu toe, want ja, ze heeft nog niet helemaal voor niks gekregen. Nee. Wat is nou het belangrijkste dat hij tot nu toe wel bereikt heeft dan? Nou ja, is dat de toonzetting? De toonzetting, en ik vind hem dus niet cosmetisch. Want er zitten allemaal speciale gezanten, mensen die van die regio's wat afweten. Dat is toch echt heel anders dan de Bush-regering. Maar de kernwapens, het initiatief wat hij daar heeft genomen, dat is een echt daadwerkelijk stap die hij gemaakt heeft. Dat heeft hij al heel vroeg gedaan. Dat is niet niks. Het Midden-Oosten, waarop de Rijnwijk dan over spreekt. Ik zou graag willen dat een Amerikaanse president dat zou oplossen, maar dat lijkt me een mirakel. Goed, nou, we gaan afwachten of deze prijs misschien toch nog enigszins helpt als we het hebben over alle mooie dingen die nog te bereiken zijn in internationaal verband. We laten het hier even bij, deze extra uitzending over de uitreiking van de toekenning van de Nobelprijs, moet ik zeggen. Dank aan Erik Mouthaan in New York en Rut Oldenziel hier in de studio. En na deze uitzending.